Dat vind ik een beetje van. Dat vind ik ook wel een beetje van. Ik denk dat je dat. Ik heb een beetje van. 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 Ik heb een be
Ich doch mal nehmen.
Wij zijn gewijzigd van 15 augustus naar 21, maar we zijn echt de baan. ik ga jullie zelf niet laten voorstellen, maar wij gaan onszelf even voorstellen. Voor de mensen die ons nog niet kennen, voor de nieuwe leden, kwestie dat zij toch een beetje weten wie wat doet in het bestuur. Ik ga beginnen met Guy. De Guy is de man van de talk, de communicatie. De man die ook het ledenbeheer doet, die alle attesten verzamelt van verzekeringen. Het is een onmisbare figuur in het bestuur. Daarnaast hebben we Klaas. Klaas is onze secretaris. Klaas is ook de man die de techniek doet. Klaas is iemand die inspringt in ieder gat waar dat er ook maar iets te doen is van werk. Dus Klaas, bedankt voor alles. Naast mij staat een BV voor sommigen, ons Peter. Ons Peter, voorzitter. Maar vooral ook operationeel leider, zou ik zeggen, van alles wat hier ooit verwezenlijkt is. En toch ook wel de bezieler van dit project. Peter, bedankt voor alles. Ik ben iemand van weinig horen, ik zeg het niet veel, maar bedankt. Dan heb ik nog mezelf, medevoorzitter, maar een stijlfiguur. Ik houd me vooral bezig met administratie, met overheidsdocumenten, met seintjes, met juridische dingen, enfin, al de zaken die voor mij leutig zijn, maar voor andere mensen niet leutig. Samen vormen wij een equipe van vier en eigenlijk krijgen wij niet wakker van welke functie dat we hebben, maar wij doen alles samen. Ik wil even ook nog andere mensen bedanken, want wij hebben het uiteindelijk niet gedaan. Er zitten daar heel veel mensen tussen die wij ongelooflijk dankbaar zijn. Ik ga nu geen namen noemen, maar voor alles wat zij gedaan hebben. En dat is vanuit het tekenen op papier, tot het aanvragen van de vergunningen, tot het verwezenlijken van wat je vanmiddag gezien hebt. Moet je voorstellen, 15 augustus vorig jaar was het nog allemaal maïs. En nu is het een echt vliegplein geworden. Waar dat iedereen eigenlijk mag naartoe uitkijken. Ik zou zeggen, ik wil toch iemand bedanken die ongelooflijk veel geduld heeft gehad, waarvan dat we niet wisten dat er een echte schelder was. Ik kijk naar ons Mark. Ik moet je voorstellen dat geen enkele container in het groen was, dat geen enkele hek in het groen was, dat geen enkele tafel in het groen was. Dus de Mark heeft dat geschilderd. Ik wil ook de uitvoerder van de tafel, want het zijn geen tafels die je zomaar kan kopen, bedanken. Kurt, bedankt. De architect van de tafel staat naast mij. De dame die het gras afrijdt. Annie, bedankt. Maar voor de rest ga ik geen namen meer noemen, wat ga ik er vergeten. Het laatste wat ik zou willen zeggen, welkom deze avond. Welkom in een van de schoonste clubs van Vlaanderen. En weet, volgend jaar ga ik zeggen, de schoonste club van Vlaanderen. Wij hebben een ongelooflijk groeipotentieel. We gaan nu even het ledenaantal beginnen beperken, want anders is het voor ons niet meer haalbaar. Maar wij zitten ook met een veelvoud van disciplines en ik beloof jullie dat we de symbiose gaan vinden om al deze disciplines op een mooie manier te laten gedijen. Ik zou zeggen, geniet van de avond. Ik ga Peter nog even het woord laten, maar daarna ga ik het niet vinden zijn. Oké, dan toch dus. Oké, voor mij van hetzelfde. Ik wou absoluut het team bedanken die hier op verschillende dagen support is komen geven. De tapijten leggen, dat gaat nog 10 jaar meegaan. Daar ben ik 100% van overtuigd. Er zijn mensen die het nog voelen en we denken er nu nog altijd aan. We hebben ook nog een paar dromen tegen volgend jaar. Onze clubhuis gaat ook nog volledig vordering krijgen, zowel elektrisch als een paar andere zaken die gaan uitgevoerd worden. En met een beetje geluk zijn we tegen volgend jaar voor 99 of 100% operationeel en volle bak aan de gang. Nu is het vooral zaak voor ons genieten van het plein, genieten van de mensen, genieten van elke vlucht die je hier kan plaatsen. Zorg dat je hier kunt ontstressen en dat je er nog plezier kunt aan beleven.
Wilfried. Ik wil het niet doen, maar dan de bal boven en onder, hè? Ah, ja.